zat gewoon thuis de hele dag. Ik deed niks, alleen maar gamen. Een beetje blowen ook erbij. Na een intensieve zomer sluit vandaag de zomerschool Follow Your Dreams. Een project dat mensen van 16 tot 27 jaar heeft begeleid in het ontwikkelen van hun talenten. Een goed moment om terug te blikken op de afgelopen periode. Toen ik hier binnenkwam, ik was heel onzeker. En ik wist niet wat ik leuk vind. Ik wist niet waar ik gewoon mijn leven wilde toebrengen. En ik had geen idee om wat te doen. Ik zat gewoon thuis de hele dag. Ik deed niks. Alleen maar gamen. Een beetje blowen ook erbij. Sinds dat ik hier ben gekomen is alles gestopt en gewoon beter geworden. Wat ik vooral heb geleerd met Follow Your Dreams is dat ik een eigen mindmap moet gaan maken. Doordat ik meer helder inzicht krijg van waar ik naartoe wil gaan streven. En ik werd er heel vrolijk van omdat ik echt visueel beeld kreeg van wat ik wilde doen. Dus je gedachten op papier verwerken. En het tweede is de workshopgroep. We kwamen op een gegeven moment standaard met z'n drieën, kwamen we elke week. En daar zitten we nu in een groepje, dus het is een vriendengroepje geworden. Ik heb geleerd dat wat ik leuk vind. En ik heb mezelf beter leren kennen. Je kan gewoon je gevoelens en je gedachten gewoon in elke manier mogelijk gewoon uiten en expressen. Motivational speaker Vincent Krieger is een van de coaches van het project. Wat wij de deelnemers hebben geprobeerd te leren de afgelopen tijd is je sterke punten te herkennen en echt te gaan benadrukken en echt op die sterke punten in te spelen. En op die manier eigenlijk onbewust ook je minder sterke punten te verbeteren. En meestal heeft dat te maken met zelfvertrouwen, dus daar werken we heel veel aan het zelfvertrouwen. Het sociaal zijn, dus het kunnen communiceren. Het verbreden van je horizon. Dus iets verder kijken dan je ooit in je hoofd had van dat is mijn enige echte droom. Maar gewoon even meer rondkijken. En ook durven. Durven en doen. Ik wil graag studeren. Ik ga eigenlijk in september beginnen met mijn opleiding. Follow Your Dreams heeft mij een beetje geholpen om uit te zoeken wat voor opleiding wil ik volgen. En hoe moet ik mij aanmelden, wat moet ik ervoor doen en alles dat. Ik kijk heel leerzaam terug. Met vooral dat ik af en toe mezelf tegen ben gekomen waardoor ik zelf een eye-opener had. En vooral met gezelligheid en vriendschappen creëren. Het is geslaagd in de zin dat er verbetering is bij de deelnemers. Maar iedereen is nog steeds aan het verbeteren.